vederlicht brengen de vogels lente in het hellingbos van de Hoon. Je hoort het gezang, het ruisen van het water. Een boomklever gebruikt het holletje van de specht als gastverblijf. Laag bij de grond ontrolt zich een opmerkelijk spektakel. De lenteparade, vroeg in maart. Als eerste in de stoet het peperboompje, hier in het wild. Dan de wilde narcissen, die komen met z'n allen tegelijk. Voorbijgestreefd door de bosanemoon, die pakt wel heel massaal uit. In een corso van witte bloemetjes golft die door het dal. Langs kale bomen, volgend het spoor van de zon. Overal waar voldoende licht, vochtigheid en humus is, trekt de parade langs. Zelfs de zeldzame gele bosanemoon en het bosviooltje doen mee. En zoals in iedere optocht zit er altijd wel een zonderling bij. Dit keer de bleke schubwortel. Een echte parasiet die leeft van hazelaar, els of iep. Die krijgt vast de poedelprijs.